Nieuwe weekvlog, het is zaterdag en het is nu week 3. Ik voel me net een beetje Bob de Roy. Maar goed, mijn haar heb ik maar een beetje plat gedaan. Ik ga zo een muts op doen. Ik ga boodschappen doen. Dan heb ik pakjes binnengekregen. Ik heb mijn wol van de breiboerderij. Dat laat ik zo even zien. En ik heb nieuwe schoenen. Die ga ik ook even uitpakken. Bij Omoda besteld. Ik ben altijd erg van de sale. Ik zag mooie witte Adidas voor de zomer. Ik denk, nou, een stukje, flink stukje eraf. Dan zijn het leuk. Dan is het leuk om te doen. Kijk, deze heb ik besteld. Geen idee of ze passen. Maar ik vond ze wel leuk voor de zomer. Gewoon hele witte Adidas. En ik vind Adidas ook lekker lopen. Dus ik ga ze zo even passen. En deze, die vond ik ook. En ik dacht, dat is precies mijn kleurtje. Ze waren voor de helft. Kijk. Hoedjes in een beetje die oud roze kleur. Dat is ook een beetje de kleur van het bankje. Zie je dat? Maar ik vind ze echt wel heel leuk. Dus ik ga ze eens passen. Kijken of ik ze pas. Ze passen. Ze zitten nog lekker ook. Nou, ze zijn toch leuk. Ik vind ze echt heel schattig bij mijn roze jas. Dan ben ik wel een soort pino. Maar goed, dat geeft niet. Dus die word ik ook blij van. Nu nog even die andere plaats. Deze zitten echt heel erg krap. Want ik heb al een iets grotere maat genomen. Maar meteen zit hier echt tegenaan. Dus dit gaat hem niet worden. Ik weet ook niet zo heel erg of ik ze leuk vind. En het pakje van Rineke. Het ontbrekende bolletje, daar is die. En ik heb die. Deze. Dit is de, echt een beetje de taupekleur. Wat ik eigenlijk eerst wilde. En die ga ik voor de zomer gebruiken. Mooie kleur. De zon. Nog even een rondje lopen. Maar de zon gaat lekker schijnen. Het is wel een beetje koud. Maar met de zon erbij wordt het al vrolijker. Wat een mooi plaatje. Nevel met de zon. Jongens, als je nooit in Tolen bent geweest, je moet echt een keertje komen kijken. Zo leuk deze oude foto van vroeger van de Dalemse straat. De huisjes staan er eigenlijk nog precies hetzelfde. Alleen minder levendigheid dan toen. Wat eten we vandaag? Orzo. Het is een pasta. Leren kennen door HelloFresh. Erg lekker. Bij de Albert Heijn vind ik het niet, maar ik vond het bij de Akmarkt. En het is een hele grote kilo zak. Maar het is dezelfde oorzaak als van HelloFresh. En ik kom er lekker kanaaltjes bij. En voor je. Ik ben nu echt mijn trui aan het afmaken. Het laatste stukje boord ben ik aan het haken. En dan is die af. Dus ik hoop hem morgen te kunnen showen. Onder het mom van er valt toch geen eer aan te behalen, laat ik mijn haar maar eens in de verf zetten. Het is een lekkere luie zondag, moet ik zeggen. En het is niet echt uitnodigend om naar buiten te gaan. Dus dat doe ik dus ook niet. Zo, zit in de verf. En ik heb een masker op. Heerlijk. Lekker tutten. En zo is mijn haar geworden. Ja, het is nog steeds koep oorlog, maar goed. Het is wel geverfd. Komt Jeroen net uit zijn bed. Zegt hij, leuk, is een beetje oranje. Nou, dus ik ben geen Bob de Roy, maar ik ben een soort Pippi Langkous nu. Ach ja, dat past ook wel bij me. Ik heb best veel gedaan al dit weekend. Ik heb eigenlijk, Jeroen heeft nachtdienst. Ik heb een beetje mee in nachtdienst gelopen. Want vannacht ben ik nog volop bezig geweest met mijn website. Mijn webshop is nu helemaal ingericht met alle goede betalingen. Dat was echt nog wel even een gepuzzel. Maar dat vind ik altijd leuk, puzzelen. Dus dat heb ik nu helemaal klaar. Dus, en het leuke is dat er een bestelling binnenkwam vanochtend. Ik heb gisteravond zelf mijn haakpatroon getest. Nou, die kwam keurig in mijn mail binnen. Dus die kan je dan downloaden en dan heb je hem binnen. Er staat er nu nog maar eentje op, maar dat wil ik van de week natuurlijk veel meer gaan vullen. En waarschijnlijk ook mijn sieraden wil ik erbij gaan zetten. Dus armbanden, misschien kettingen, ik weet niet. Ik ga nog even kijken of dat lukt. En vanochtend kwam er een bestelling binnen van de labels, die er nu ook in staan. De leren labels van Juf Sas. En daar waren er 15 voor besteld van Sophie. Super lief Sophie. En het is een Belgische klant. Dus, en ook die betaling was goed gelukt. Dus helemaal blij, want dat heb ik gisteravond nog. Dacht ik, ja, Ideal staat er alleen maar bij. Dus ik heb via Molly heb ik nog van alles geregeld dat ook de Belgische klanten hun bestelling kunnen betalen. Dus daar ben ik best wel een beetje trots op. En voor de rest heel leuk om te zien dat de enquête heel goed wordt ingevuld. Die heb ik volgens mij vrijdagavond
vrijdagavond op de Facebookgroep gegooid. Zo van, zou je mee willen denken of zou je hem in willen vullen? Nou, super lief, heel veel mooie reacties, lieve reacties. Ook leuk om te lezen. De een zegt, nou, ik kijk je vlog niet. De ander zegt, ik kijk hem elke week. En gelukkig zijn we allemaal weer anders. Want de een zegt, nou, je knipt veel te veel in je vlog. En de ander zegt, hij is te langdradig. Dus jongens, ik ga gewoon mijn eigen pad doen. Ik doe het gewoon zo op mijn manier. En ja, ik kan ook met niemand niet. En dat was wel heel lief. Eigenlijk waren de meeste commentaren, juf Sas is prima zo. En blijf zoals je bent. En dat blijf ik hoor. Ik word echt niet opeens een hele andere troela. Dus dat was wel heel leuk om te lezen. Mijn website is eigenlijk 90% is daar tevreden mee. Er zijn natuurlijk altijd mensen die daar een beetje moeite mee hebben of niet weten waar ze moeten klikken. Maar dat ligt denk ik misschien wel een beetje aan je eigen digitale vaardigheden. En, dan moet ik nog even zeggen, hou die bij. Ik merk zoveel om me heen dat mensen zeggen, ja, maar ik weet niet wat ik moet doen. Of een URL, wat is een URL? Of een link naar een haakpatroon. Zelfs ook jonge mensen. Dan denk ik, jongens, we leven in een digitale samenleving. Het wordt alleen nog maar digitaler. Blijf bij. Ook bij de bibliotheek kan je terecht met allerlei cursussen rondom klik en tik, oefenen.nl. Als je moeite hebt met mee te komen in deze samenleving, digi sterker, omgaan met je digid en zo. Er zijn allemaal cursussen. Dus geef je op, ga het leren, wacht niet af, doe het nu en wees niet afhankelijk ook van andere mensen, doe het zelf. Nog even een tip van Juf. Een nieuwe variant, die hebben we nog niet gegeten. Pastinaak en knolselderij. Hij ruikt lekker. Mijn trui is af, net afgehaakt. Wat? Hij is nu helemaal klaar, mijn boord. Ik ga hem nu niet meer passen. Ik ga lekker slapen, morgen weer werken. Morgen weer vroeg op, drukke dag. En naar de kapper. Dus daar heb ik echt heel veel zin in. Hoop ik echt niet dat de kapster opeens belt. Ik ben ziek of zo. Dan ga ik gillen en dan zet ik de tondeus op mijn hoofd. Maar druk dagje gehad vandaag. Veel gewerkt deze week. Ook voor juf Sas. Maar weer stappen gezet en dat is leuk. Oh, er kwam ook nog een nieuwe bestelling binnen van Labels. Dankjewel Margreet. En een bestelling voor trui Amira. Dus de webshop heeft al 3 bestellingen gekregen. Morgen, het is maandag en ik heb even een bakje thee gehaald en ik ga weer verder werken. Een collegaatje gesproken, altijd even fijn om bij te praten. En nu ga ik weer verder. En ben zo blij dat ik zo meteen naar de kapper mag. Het valt nog mee vandaag, maar ja, er gaat echt een stukje af. Ik heb allerlei pixie kapsels uitgezocht. Echt lekker kort. Dus straks een ander hoofd. En hij is nu echt af. Met boord. Je kan natuurlijk ook een andere kleur boord doen, maar zo vond ik hem wel netjes. En de bestellingen van de labels gaan voor Sophie en Margreet op de post. En Klaske heeft haar patroon gelijk ontvangen in de mailbox. Dat is het handige van digitale bestanden. Dus dan kan je gelijk aan de slag. Ik ga proberen van de week mijn webshop verder te vullen. Naar de sieraden, daar zei iedereen eigenlijk ook ja op. Dus dat komt er allemaal aan. Maar nu eerst naar de kapper. Dit is voor. Dit is. En dit is na. Lekker kort. Echt. Ik zei doe maar heel erg kort. Ik had een beetje voorbeelden meegenomen. En nou super lekker. Ik ben er helemaal blij mee. En 3 kilo lichter denk ik. Nu even de stad in, want ik ga een nieuwe telefoon halen. Jeroen heeft eigenlijk een nieuwe nodig. Maar die krijgt deze. En ik neem een iets meer opslag. Want dat zit je met filmpjes heel vaak. Als ik een weekvlog maak en een gewoon filmpje. Dan is die heel gauw vol. Moet ik weer van allerlei apps eraf gooien. Dus ik wil 128 gigabyte als opslag. Echt te leuk. Mijn boot met mijn roze jas. Mijn eerste aankoop als juf Sas. Mijn roze telefoon. Roze. Daar is die dan. De roze telefoon. Ik heb er wel gelijk een screen protector op laten zetten. Ideaal. Moet je maar eens kijken hoe die dat doet. Ik heb het ook op deze telefoon. En echt, het heeft me al zoveel krassen en barsten geschild. Dus dat moet je er eigenlijk wel bij doen. En ik heb een nieuw hoesje. In plaats van blauw, nu groen. En dat hoesje is ook heel handig. Dit is een hoesje voor je pasjes. Dus je doet hier je pasjes in. Maar je kan ook zo je telefoon eruit halen. Dus als je gewoon wil filmen of dingen zonder hoesje.
Dan kan je dat heel makkelijk doen. En het is echt leer, dus handig om dat er sowieso bij te hebben. Maar ik ga hem even installeren en dan alles overzetten. En dan kan Jeroen deze gaan gebruiken. Samen in het kaartje. Op naar Woonboulevard. Yo. We hebben hem gevonden hoor, een nieuwe topper. Goed advies gehad, want onze topper is nu 6 jaar oud. Daar ligt het vooral aan. En we hebben nu een iets zachtere topper gekozen van Poelman. En dan kunnen we weer even vooruit, want ons bed is echt prima. Wat zit jij te doen? Mooi. Weer thuis van Woonboulevard en we zijn echt super geholpen. We zijn echt blij met onze aankoop. Een nieuwe topper, een echte dikke, want hij is 12 centimeter. We hebben er ook gelijk een molten bij besteld. Die moest besteld worden, die hadden ze niet op voorraad, want het is echt een dikke topper. We werden ook super geholpen door Pim. Nou, bedankt Pim. We kregen er ook zelfs nog koffie met gebak bij. Echt heel lekker. Ik heb het gewoon nu eens eventjes gewoon gegeten. Ik heb er al vanaf 1 januari niet aan het snoepen. Dus ik dacht, nou, dit mag best. En ze hadden gebak omdat ze nu weer open mochten. Dus dat was heel aardig. Het is altijd een hele fijne winkel. We hebben volgens mij bijna alle meubels daar, wat hier in huis is, daar gekocht. Behalve de IKEA spullen, ja, die hebben we bij IKEA gehaald. Van alle kanten op. Je hebt keukens, die hebben we daar niet gekocht. Die hebben we bij Bruinzo gekocht. Keukens, je hebt woonwereld voor kinderen, je hebt slaapwereld, je hebt allerlei merken. Industrieel wonen, je hebt Pronto, je hebt Zoen, je hebt heel boven heb je echt zo'n design. Ja, dat is echt ook schreeuwend duur. Dus je kan alle, je hebt ook budget wonen, dus je kan alle kanten uit bij Woonboulevard. Dus ja, het is maar 10 minuutjes rijden, dus het is vlakbij. Dus waarom zouden we het moeilijk doen als je het dichtbij hebt? En ja, je wordt er altijd keurig geholpen. Dus mocht je er nooit geweest zijn, het is zeker als de horeca open is, dan kan je altijd lekker eten gewoon. Er is een ballenbak voor de kinderen, dus je kan er echt een dagje uit van maken. Ik zou de kinderen niet meenemen als je gaat shoppen voor meubels. Daar moet je eigenlijk geen kinderen bij hebben, toch? Ik bedoel, we hebben laatst Noah meegenomen. Dat ging wel. Noah is vrij rustig. Maar echt, met kinderen daar doorheen. Trouwens, het was nu heerlijk rustig. Dus als je gaat, ga dan heel vroeg. 'S Ochtends vroeg. Hij is om 10 uur open. Als je er dan voor de deur staat. Dan is het echt goed te doen op een dinsdag. En nu ga ik even lekker eten. En dan straks komen de kinderen. Daf gaat werken. Daf is met Noah ook met zichzelf nog een keer bij de natuurarts geweest en Noah mij ook meegenomen, want die is best wel vaak heel moe. Klaagt over buikpijn en misselijkheid. Nou ja, daar is het niet voor niks geweest, want ook Noah heeft glutenallergie. En ook zelfs koemelk kan ze niet goed tegen. Ze drinkt elke ochtend een beker melk. En het is niet zo gek dat je dan misselijk en wordt. Dus er is van alles uitgekomen. Dus het is denk ik voor haar ook heel goed dat ze geweest is. Dus de volgende keer mag Micha mee. Dus zo, ik zei al tegen Daf, zo heb je alle kinderen en heb je van alles. Maar schijnt wel. Ik ben ook benieuwd. Ik ga gewoon ook eens keer een afspraak maken. Ik ben benieuwd, want die gluten moet er ergens vandaan komen. En ik denk dat mijn vader het ook had. Want die had altijd last van zijn maag en altijd last. Eigenlijk een beetje hetzelfde wat Daf had. Zo'n hartaanvalgevoel. En hij kon ook niet tegen sinaasappelsap. Dat kan Daf ook niet. Dus ik denk dat er bij mijn familie van alles zit met darmen en gedoe. Dus ik ga het ook eens een keertje oplaten. Ik eet eigenlijk bijna geen brood en geen koeken. Dat zou voor mij niet zo heel veel uitmaken. Maar het is wel fijn om te weten, denk ik. Oh, en na Woonboulevard even gelijk boodschappen gedaan bij de Aldi. En ik had 2 volle spaarkaarten. Ik spaar eigenlijk nooit zegeltjes. Maar ik dacht, voor die glazen is het wel leuk. Dus ik heb mijn glazen opgehaald. Dat was wel grappig, want ik had afgerekend. Nou, ik kreeg nog een paar zegeltjes. Ik wist dat mijn zegeltjes in de auto lagen, dus ik ben die op gaan halen. Ik zeg tegen Jeroen, ik ga ook nog even 2 glazen halen.
Toen kwam ik terug, toen zat ik in de auto. Toen dacht ik, we eten andijvie stampot. Maar ik ben de rookworst vergeten. Dus weer terug. Dus die vrouw achter de kassa zei, een paar mensen stonden voor mij. En toen riep ze naar me, ben je er alweer? Ik zei, ja, ik ben mijn rookworst vergeten. Toen moest ze heel erg lachen. Dat is ook wel weer grappig. Maar we hebben de rookworst en we hebben de glazen. Dankjewel. Oh, ik zie nog een klein papier. Gefeliciteerd, jarig kind. Hallo, oma. Wat ga je nog doen? Ik heb dingen voor mijn appeltje op. Een stukje eraf. Ik heb heel veel kettings. Zie je dat? Oh. Oma heeft er een slotje aangezet. Dan kan hij dicht. Oh, wauw. Vind je een... mooi? Wil je ook zo'n blauwe appel? En een blauwe wil ik. Mag dat? Het is woensdag. Oh, ik moet nog de woensdagvraag doen, nu ik het zo zeg. Het is woensdag, maar normaal ben ik vrij op woensdag. Maar ik heb even de dinsdag en de woensdag geruild. Dus vandaag ben ik vrij. Het is een beetje een rare week. Nee, vandaag werk ik dus niet vrij. Gisteren was ik vrij en vandaag werk ik. Nou, ik doe lekker ingewikkeld. Maar ik ben aan het werk. En... dus straks nog even een rondje gelopen in mijn lunchpauze. Even een lekker bakje koffie zetten, dan kan ik weer verder. Al die overleggen, nog even van alles op een rijtje zetten. Want soms dan, als je thuis werkt, dan heb je soms niet heel erg het overzicht van wat nou wel, wat nou niet. Maar goed, het komt goed. Ik wil nog wel even laten zien dat ik mijn website heb aangepast. Nou, als je op welkom komt, dan kom je hier. Dus dan hier heb je allemaal blinkjes naar een blog, naar gratis haak- en breipatronen, het haakboek. Hier gaat het over mijn Instagram pagina, mijn Pinterest. Dus als je kijkt, dan zie je dus mijn Instagram pagina. Als je daarop klikt, dan ga je gelijk naar de Instagram van mij. Als je nog niet mij volgt op Instagram, mag je me zeker volgen. Dan is Juf Sas familie, Juf Sas in de media. Dus dan kan je zien bijvoorbeeld waar ik artikel ik al heb gestaan. Mini-interview, BN de Stem. Het interview van BN de Stem met het filmpje bijvoorbeeld. Het filmpje van Juf Sas, die staat ook op mijn website. Het radio-interview. Maar gelukkig is ze wel Juf Sas uit Tolen. Dag Juf Sas, ik mag Sas zeggen, neem ik aan, hè? Ja, tuurlijk mag dat. Nou, die staat ook op mijn website. Dus als je benieuwd bent, dat was vorig jaar. Dan hebben we een weekvlog. En deze heb ik nieuw, want uit de enquête kwam dat heel veel mensen zeiden, ja, maak meer filmpjes. Ik denk, nou, ik heb al zoveel filmpjes. Niet alleen mijn weekvlogs, maar ook heel veel andere filmpjes. Dus die heb ik nu allemaal bij elkaar gezet. Dus die kan je allemaal bij elkaar vinden op mijn website. Dus bij de tutorials onder de weekvlog. Dan heb je creatief fashion en kids. Nou, dat zijn de onderdelen van alle patronen. Dan heb je mijn haakboek, schilderen en de boekentips. Die moet ik nog wel bij gaan houden. Er staan hele oude boekentips op. Dan heb je mijn blog, contact, nieuwsbrief. En nu heb je mijn webshop. En ik heb een giftcard. Maar mocht je denken van, nou, dat is een, ik weet geen cadeautje voor iemand, maar dat is een leuk cadeautje. Niet voor mijn boek. Dat kan niet, want mijn boek kan je niet via mij bestellen. Maar bijvoorbeeld voor een aantal patronen of labels. Dan kan je zeggen €15. Ik geef hem aan iemand anders. Ik doe de web-e-mail aanvanger in en een bericht. En dan krijg je dus een leuk digitaal cadeautje. Dus zo heb ik mijn website ingericht. Nou, altijd leuk hè, zulke reacties op YouTube staat. Bijvoorbeeld nu net een reactie gepost van Eve. Juf Sas, wat ben je een prachtmens, zo positief. Je bent een inspiratie voor velen. Wat vul jij je dagen goed in? Nou, dankjewel Eve. Niet dat ik het daarvoor doe, maar dat is wel lief dat je het zegt. Maar ik kan ook mopperen hoor, want van de week liep ik echt te wandelen. En echt de ene hoop naar de andere hoop met hondenpoep. Ik heb er zelfs nog filmpjes van gemaakt. Kijk hier en kijk daar. Echt te smerig voor woorden. En dan ben ik niet zo positief, want dan denk ik, jongens, fijn dat je een hond hebt. Maar ruim die kakzooi even op. Echt. Ik heb er een keertje, toen ik daar liep in het donker, ben ik echt in zo'n hoop gaan staan. Nou, echt mijn schoenen, die stonken, zo verschrikkelijk. En gelukkig kon ik die gimpen wassen, maar die heb ik in de wasmachine geflikkerd. Maar echt, dan kom ik thuis en dan denk ik, oh, ging bijna over mijn nek, maar zo smerig, hondenpoep. En soms krijg je reacties dat ik denk, wat moet ik ermee? Onder mijn vrouw heeft geschreven, ja, en dan zonder punten, komma's, hoofdletters, niks.
Ja, je kan leuk vertellen, maar inzet van mouwen? Nee, kijk maar in de spiegel hoe wijde je vest doet. Ziet dan dat je gewoon mouw in verlengde zit zonder armsgaten. Krijg raar onder de arm. Ik heb hem maar ondergeschreven. Ik snap niet helemaal wat je hiermee bedoelt. Ja, ik wil je niet schofferen en ik wil je niet onderuit halen. Maar soms zetten mensen reacties, ook op social media, dat ik denk, wat bedoel je hiermee? Of wat wil je hiermee bereiken? Het is even duidelijk. Gebruik een punt, gebruik een hoofdletter, maak een zin. En misschien ben ik daarom ook wel erg voor lezen. Want als je veel leest, dan wordt je taalgebruik en zeker ook je grammatica beter. En sommige mensen die schrijven zoals ze praten, of ik weet het niet, maar ja, ik kan er geen touw aan vastknopen. Dus soms kan ik ook niks met reacties. En dan denk ik van, dan ben ik nog zo aardig om te vragen van, wat bedoel je ermee? Eigenlijk zou ik gewoon moeten verwijderen, maar dan ben ik weer arrogant. Dus je moet ook weer een beetje, het is een beetje lopen, zo'n koordje. En de ene keer duvel je eraf en de andere keer zegt dan, ja, wat een arrogante trut is die of zo. En de andere zegt, nou, je hebt groot gelijk. Ach, weet je, je doet het voor niemand nooit goed. En ik doe zoals ik het zelf wil. Ik blijf beleefd, ik blijf aardig tegen mensen. Maar je moet ook wel een beetje duidelijk zijn. Er was nog een opmerking in de enquête. En daar moest ik wel om lachen. Juf Sas blijft bij je leest. Waarom neem je nu tijdens je vlog ook over schilderen op? Ben ik helemaal niet in geïnteresseerd. Daar moet ik ook wel weer om lachen. Want ik denk van, dan ken je mij helemaal niet. Wat ik het leukste vind is eigenlijk het schilderen. En dit hoort gewoon bij mij. Joh, en niet alleen dat handwerken, maar ook schilderen en ook boeken lezen zou betekenen dat ik dan ook geen boekentips geef. Of iets laat zien van dat ik aan het wandelen ben of waar ik heen ga. Het is niet alleen maar handwerken, maar juf Sas is meer dan handwerken. Er zegt weer van juist, ik vind het juist zo leuk dat je van alles laat zien. Ach, er zijn zoveel ideeën en zoveel meningen op deze wereld. Heel grappig dat iemand voor mij wil bepalen wat mijn leest is. Nou, nee, juf Sas is niet in een hokje te stoppen. Niet voor breien, niet voor haken. Wat ik dan weer heel leuk vind om te lezen is dat iemand zei, ik ben eigenlijk alleen maar een breister, maar door jou ben ik nu een trui aan het haken. Dus stop me niet in hokjes, daar hou ik niet van. Pas ik ook niet in. Deze zijn ervoor om zo door je naald heen te steken, zo voep, hier doorheen en dan kan je je draad omhoog halen, anders kan je natuurlijk never nooit niet dit draadje helemaal hier doorheen proppen. Ik was dus vergeten de draad door dit een naaldje te doen. Dus volgens mij moet ik hem zo hebben. Nou, ik ben al een paar keer begonnen. Je ziet wel dat je stof er niet beter van wordt. Ik ga het gewoon eens proberen. Wat is nu het effect? Kijk hoe grappig. Dus hier komen van die lusjes. En dan maak je dus, en straks de streepjes worden zwart. Dus er wordt een vloerkleedje voor in de poppenhuis. Maar ik heb hem echt te raar gespannen. Dus dat is ook wel weer een les voor de volgende keer. Je kan het gewoon afknippen als je klaar bent met één vak. Want je gaat er straks ook textiellijm over doen. Dus dan blijft het vast plakken. Wandelen en dan een bui op je pet krijgen. Maar dan, kijk daar, mooi. Dus we lopen toch nog maar even verder. Ondanks dat het regent. Het is donderdag. En we zijn net terug van een wandeling waarin behoorlijk nat zijn geregend. We hebben echt getwijfeld, zullen we doorgaan? Maar we hadden zoiets van, zijn bikkels, we lopen lekker door. Dus we kwamen met een nat pak thuis, maar dat geeft niet. We zijn nu alweer opgedroogd, lekker koffie gedronken. Ik heb lekker uitgeslapen vanochtend. Toen ben ik gelijk aan de poets gegaan, stofzuigen, dweilen, mijn bed verschoond. Was gedaan. WC gedaan en de badkamer gedaan. Jeroen heeft boodschappen gedaan, die gaat zo meteen lekker eten koken. Dus we hebben het goed verdeeld en het huis is heerlijk opgeruimd, daar hou ik zo van. Ik
wil eigenlijk nog wel, want ik heb zelfs de badkamerkastjes helemaal uitgezocht. Ik wil eigenlijk nog even de keukenkast nog even uitzoeken. Want vandaag een pot soep, weet je, die komt dan uit een kerstpakket, die blijft dan staan. Ik denk allemaal een beetje opruimen, dat er weer plek komt voor alle normale dagelijkse dingen. Voor de rest mag ik nu ook de nieuwe wol van Langjans laten. Ik had het al iets eerder gekregen, want ik mocht er al iets eerder mee beginnen. Maar dit is die Linello, maar ik mag het nu pas laten zien, omdat de meeste winkels het nu op voorraad hebben. Maar dit is kleur 115. En dat is echt een hele mooie kleur, dus ik ga er een zomerse sjaal van maken. Ik maak allemaal grannies en die haak ik dan op een gegeven moment aan elkaar. Ik zal het je zo even laten zien. En wat heb ik nog meer? Oh ja, deze is ook heel mooi. Ik denk dat ik hier de rand van ga maken. Dit is de Hooladix Pride. Het is ook een nieuwe. Het is ook linnen met katoen. En dat is een beetje een mooie kleur groen erbij. Dus ik denk dat dit de rand van de sjaal wordt. Maar dit is dus een mooie, mooie lentekleur. En deze wil ik een soort zomerse zomertruitje van maken. Dat is de Quattro Degradé. En dat is een hele mooie blauw tint. Zie je dat? Blauw, paars, groen, grijs. Deze ga ik binnenkort ook wat meedoen. Dus ik kan weer vooruit. Dit is echt 100% katoen. Dus voor een zomer- of een lentetruitje heel fijn. En ik vind hem ook echt heel leuk. Morgen, het is vrijdag. En ik heb straks net op de weegschaal gestaan. En er is 3,1 kilo af. Het gaat heel rustig aan. Geeft niks. Dat is de bedoeling ook. Liever dit, dat ik af blijf vallen dan dat ik heel veel kilo's in een korte tijd verlies en daarna weer heel snel aankomt. Ik ga nog even de weegschaal laten zien. Ik ga er niet nu even op staan, dat heb ik al gedaan. Maar er zit een appje op mijn telefoon, hier dus. Die is van Vitadoc. Die koppel ik aan mijn weegschaal. En dan ga ik erop staan en dan meet die dus. Ik weet niet hoe die dat meet met mijn voetzolen, maar mijn vetpercentage, mijn water, mijn BMI, mijn gewicht, mijn spieren ook zelfs. Ik heb niet heel veel spieren. Misschien moet ik daar iets meer aan gaan werken. Nou, dit is die. En als je hem dus aanzet door erop te gaan staan, dan kan je hem dus op set zetten. Ingedrukt houden. Ik ben P2, Jeroen is 1. En hij zegt nou 1,82 en dan weet hij dus hoeveel, nou als ik er nu op ga staan, dan meet hij dat en dan meet hij ook alle. Nou, dit wist ik dus niet, dat dit erin zat. Grappig, hè? Soms heb je dat, hè? Dat je van allerlei klusjes afrondt. Ik heb natuurlijk dit schilderij pas afgemaakt, wat al maanden hier stond. Ik heb nu ook de icoon afgeschilderd, of in ieder geval bijgewerkt. Wat ook al maanden in mijn kast lag. Voor de restauratie. En na de restauratie. Volgens mij is die nu alweer aardig op. Dus dat streept heerlijk af van mijn lijstje. Nou wel, dat het niet op mijn lijstje stond, want ik was mijn kast aan het opruimen. Of in ieder geval aan het doorkijken. Toen kwam ik hem tegen en dacht ik, oh ja, die ligt er ook nog. Af en toe is het heel fijn om eventjes van die onafgemaakte dingen af te maken. Ik ben wel met nieuwe projecten begonnen. Die had ik nog niet laten zien, mijn nieuwe sjaal. Daar ben ik gisteren niet aan toegekomen, dus die laat ik nog even zien. Dit is die dan. Dat zijn al 14 grannies. Die, bij de laatste toer haak je ze aan elkaar vast. En doordat je het kleurverloop in je bolletje hebt, wordt dat gewoon, omdat die grannies niet zo heel groot zijn, wordt dat natuurlijk een heel mooi verloop van je sjaal. Toen ik deze sjaal gisteren postte, vraagt iedereen gelijk hoeveel bol heb je nodig? Geen idee, ik ben net begonnen. Nou, het is kleuren nummer 115 en iemand zei, herba, weer een sjaal. Nou ja, die reactie heb ik maar gelijk verwijderd. Dan denk ik, als je zo alleen zulke dingen, iedereen, heel veel mensen hadden de liefde van, waarom doe je dit? En dan denk ik, oh, waarom moet iemand zo'n reactie eronder zetten? Ach ja, soms snap je ook niet waarom mensen dat doen en wat de beweegredenen zijn. Net zoals bij de woensdagvraag, als ik zeg van, als je geen tijdschriften leest, hoef je niet onder te reageren. Iemand reageert dat niks. Ik zeg, heb je niet goed gelezen? Ja hoor. Dan denk ik, och, ja, nou ja, goed. Zulke mensen zijn er altijd. Die willen dan toch eventjes anders doen dan anders. Ach hoor, ik oordeel er niet over, maar ik denk dan alleen maar waarom. Maar goed, dat zal ik waarschijnlijk niet te weten komen. Het antwoord op de woensdagvraag van de tijdschriften. Welke tijdschriften lees ik? Ja, ik lees, ik las, hij had vroeger heel vaak een abonnement op VT Wonen, op de Flow, op de Linda, op de Libelle, op de Margriet, op de Viva. Ik nam elk jaar gewoon een ander tijdschrift om het een beetje af te wisselen. Maar eigenlijk sinds de tijdschriftenbiep
Maar heel veel tijdschriften instaan. De Margriet, de Steden, de Happiness. Oh ja, die heb ik ook gehad. De Psychologie heb ik ook gehad. Vond ik ook een leuk blad. Eigen Huis, Eilandleven. A World of Culture, Story. De Story, nou ja, lekker voor de roddels. Jongens, wat een roddels trouwens. Maar daar kom ik zo op. De Flair, de Nouveau, de Ariadne at Home. Die heb ik ook gehad. Maar ja, goed, die hoef ik ook niet meer. De Vrij Nederland, de Yoga en de Autoweek. Die staan allemaal in deze app. En die kan je gewoon elke week lezen. Dus waarom zou ik zoveel geld verspillen aan iets waar ik toch al als bibliotheeklid bij kan? Dus ik zou je adviseren, ga lekker ook gewoon de tijdschriftenbieb gebruiken als je graag tijdschriften leest. En om even terug te komen op de roddels. De Linda heb ik ook gehad. Maar als ik nu lees dat Linda al heel lang wist dat die Jeroen graag in andere billen knijpt. En weet ik het allemaal niet. En daarvoor in therapie is geweest. Dan denk ik eigenlijk zo schijnheilig allemaal. Want in zo'n blad zet ze hoe geweldig en hoe leuk. En ja, het volgende blad zou gezellig gescheiden zijn. Nou, daar gaan ze een ander thema van maken. Want ze vinden het zielig voor Linda. Dan denk ik, jongens, hou op. Weet je, het is eigenlijk... Die John de Mol heeft zoveel macht. En dat zie je. Ik heb laatst ook die documentaire van Netflix gekeken. Van Jeffrey Epstein. En dan denk ik, oh, zo walgelijk. Die mannen met geld en macht. En die dan denken dat ze dus alles kunnen permitteren. Omdat ze, ja, van die narcistische mannen. Omdat ze denken van, ik heb geld, ik heb macht. En iedereen houdt mij de hand boven het hoofd. Ik denk dat het ook een beetje hier in Nederland zo werkt. En ik heb echt alle respect voor Tim Hofman. Die toch in dat mediawereldje dat aandurft om dit aan te zwengelen. En ja... Ik denk dan van, ah, die vrouwen die dan met de voice meededen en die dachten van, ja, nee, dit hoort er dus niet bij, hè, dat ze aan je zitten. Maar goed, ja, alles voor de roem. En dan denk ik, bah, één gooise matras, dat zei mijn moeder vroeger al. Het is wel zo, het is eigenlijk een heel incestueus wereldje. Iedereen doet het met elkaar. Want ik denk, Linda, toen jij wat begon met Jeroen, had hij nog wat met een ander, met die Lieke van Lexmond. Dus ik dacht van, wat verwacht je nou van een vent die gewoon eigenlijk zijn vriendin bedriegt? Denk je dan dat hij bij jou opeens niet meer gaat doen of zo? Ja, ik weet dan niet wat vrouwen dan denken van bij mij is hij dat verleerd en ik ben de ware. Ik weet het niet. Ik denk dat Jeroen dacht, hé, dat is handig. Dan heb ik lekker heel veel geld. Kan ik in een Porsche rondrijden? Ben ik interessant voor andere vrouwen? Ik weet het niet. Ik zit het nu in te vullen. Dat is niet aardig. Voor mij ook. Dus ik roddel net zo goed mee. Maar goed, het is, de wereld staat op zijn kop in Nederland. Want je hoort niks anders dan... The Voice en RTL. Volgende week is er weer een andere roddel. Zo werkt het wel. De rand van het vest van Soho, wat ik met Soho haak, is ook zo goed als af. Dus ik heb hem nu de helft klaar. Dus ik ben nu begonnen met het tweede deel. Dit is de mouw. Als ik twee delen heb, dan kan ik precies kijken of die goed past. En dan misschien moet hij wel iets wijder. Ik weet het niet. Maar dit is een beetje... Ik vind de kleurtjes nog wel steeds heel gaaf. En ik ga hier lekker zakken in maken. Want de vest hoort zakken te hebben. En wat ook heel gaaf nieuw garen is, is de Crealino. En de kleurtjes vind ik sowieso geweldig. Ik heb eigenlijk een soort tas van gaan maken. Dus ik ben benieuwd of dat werkt. Het is 100% linnen. Dus als je hier natuurlijk een leuke zomerse tas van maakt, dan heb je voor naar het strand of boodschappen doen of zo. Dan heb je gewoon een hele fijne tas. Dus dit vind ik ook echt wel een hele leuke. Ik heb trouwens mijn nagellak eraf gemaakt. Ik hoop dat elke dit weekend tijd heeft, want ik vind ze zo kaal zonder nagellak. Deze zijn nu ook in de collectie van Langjarns en kun je bestellen. Er zit veel op een bolletje. 50 gram is 165 meter. Dus dat is voor een linnen of een truitje ook wel heel leuk. Nou, ik moet er nog even over nadenken wat ik ga maken. Marielle kwam met een vraag over toen ik mijn vlog postte. Van welke vlogs kijk je eigenlijk zelf? Toen dacht ik, dat is eigenlijk wel een mooie woensdagvraag. Want welke vlogs bekijk jij? Ik moet eerlijk zeggen dat ik absoluut geen vlogs kijk. Ik heb ooit wel eens het vlog van Danny Vera bekeken, geloof ik. Toen dacht ik, ja, leuk, maar... Ik weet niet, ik heb er echt geen tijd voor. En als ik aan het haken of breien, want heel veel mensen doen dat tijdens het haken of breien, kijken ze vlogs. Als ik aan het haken en breien ben, dan kijk ik of Netflix of ik heb een luisterboek op. Dus ik vind dan een boek toch prettiger dan vlogs, denk ik. Ja, ik heb het eigenlijk niet geprobeerd. Misschien moet ik eens proberen. Maar dat wordt een nieuwe woensdagvraag volgende week. Welke vlogs bekijk jij?
Bedankt Marielle voor het meedenken. Blijf het bijzonder vinden. Ik dacht eigenlijk na december zal januari wel helemaal een beetje stilvallen. Maar ook deze maand zijn er alweer 55 boeken verkocht. Super bedankt allemaal. Ik ben er nog steeds blij mee dat de verkoop doorgaat. Ik zit nu op bijna op 1750 boeken. Blijf ik bijzonder vinden. Dus dank je wel. Ik heb je weer aardig bijgepraat deze week. Ik heb je meegenomen naar allerlei dingen. Ga zo verder aan het werk. Sluit deze vlog nu af. Bedankt weer voor het kijken allemaal. Super leuk dat jullie toch met groot getalen elke week weer mee mijn avonturen meebeleven. Als je je nog niet geabonneerd hebt, abonneer je op mijn YouTube kanaal. Bedankt voor alle likes, dat helpt altijd wel. Dan kom je iets vaker tevoorschijn in. Dat heeft met allerlei algoritmes te maken. Likes op Instagram, op Facebook. Zou heel fijn zijn dat je dan toch iets meer omhoog komt in je bekendheid. Voel je niet verplicht, ga je zeker niet verplichten, maar het is altijd fijn als je het doet. Ik wens je een hele mooi weekend. Geniet ervan. Bij ons schijnt nu lekker de zon. Ik hoop dat het zo blijft dit weekend. En een mooie week toegewenst en tot Juf Sas.